kijken naar het KNC Fluvium team. En als er tijd voor over is, misschien stilstaan bij wat recente wijzigingen in wetgeving. Maar dat hangt een beetje af van hoe het loopt, welke vragen er zijn en hoeveel tijd we hebben. Nou, ik begon al even met mezelf net te introduceren. Achtergrond dus in het HR-vak. Inmiddels denk ik zo'n 20 jaar bezig in het verzuimvak. Nooit spijt gehad dat ik het HR-vak achter me heb gelaten, want je werkt ook altijd heel nauw samen met HR en leidinggevende. Samen met mijn compagnon Rob Bakkenes, hij is arbo-arts, hebben wij KMC opgericht. En dat is opgericht, KMC, Jeroen vroeg het net al even, waar staat dat voor? We dachten toen nog voor case management centrale. We dachten case management, dat gaat het worden in de verzuimbegeleiding. Nou, dat is het ook wel gaan worden, maar niet toen al meteen. Dat duurde even en je ziet het nu eigenlijk steeds veel meer naar voren komen. We zien nog steeds heel belangrijk dat case management centraal staat. Dus in de verzuimbegeleiding heeft de case manager gewoon een hele belangrijke rol. We kijken straks even wat meer naar de inhoud van die rol. We zijn ook medeoprichter geweest, Rob en ik, bij de opleiding tot register case manager. Die wordt tegenwoordig gegeven door CS-opleidingen, toen de tijd nog door Mercer. En is ook geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen. Rob en ik hebben daar beide ook jaren les gegeven, maar de laatste jaren een stuk minder, omdat je dan toch keuzes moet gaan maken waar ga ik mijn focus leggen. En ik vind het veel te leuk om zelf ook in het vak bezig te zijn en werkzaam te zijn. Loes, wil jij even kort jezelf ook voorstellen? Ja. Mijn naam is Loes Bezoekhuis. Mijn geschiedenis in het vak is iets korter dan die van Maria. Ik werk sinds een klein jaar bij KMC. Ik heb wel een achtergrond bij een adviesbureau voor studie en loopbaan. Dus in die zin ligt dat wel een beetje in lijn. Ik ben in juli ook meteen begonnen met de opleiding Regie op Verzuim. En heb onlangs ook de opleiding Case Management Taakdelegatie afgerond, waar we zo ook nog wat meer over zullen vertellen. Sinds juli eigenlijk meteen in het vakrol bij klanten geplaatst. En dat is denk ik mijn korte geschiedenis. Ja, dankjewel. Nou, je ziet hier ook al even ons team zijn. We zijn geen hele grote arbo-dienstverlener. We zitten met een man of 12, 13. We hebben een heel flexibele schil, maar we hebben een vast team waar we mee samenwerken. Doordat we klein zijn, kunnen we wel maatwerk blijven leveren. En dat is heel erg prettig. Ik denk niet dat je altijd uit kunt gaan van een standaard pakket. Ieder bedrijf, iedere organisatie, iedere stichting is wat anders. En op deze manier kunnen we maatwerk blijven leveren aan onze opdrachtgevers. Als we kijken naar de dienstverlening van KMC, ja, we noemen ons eigenlijk niet vaak arbo-dienst. We zijn dat inmiddels wel. We zijn officieel gecertificeerd arbo-dienst per heden eigenlijk. We hebben begin dit jaar en eind vorig jaar het hele audit-traject doorlopen. En we hebben inmiddels een certificaat voor officieel arbo-dienst. Toch noem ik ons vaak gewoon adviseur op het gebied van sociale zekerheid. Omdat het verder gaat dan alleen puur arbo-dienstbegeleiding. We vinden het prettig om met bedrijven mee te denken, mee te werken, te ontzorgen waar het gaat om. Alles wat te maken heeft met arbo en verzuim, maar ook alles wat te maken heeft met sociale zekerheid in combinatie met verzuim. Dus dat gaat verder dan alleen de zieke medewerkers begeleiden. Dat kan ook beleidsmatig zijn, dat kan over eigen risicodraagschap gaan, over verzekeringen. Noem maar op, het complete plaatje. Nou, we bieden voornamelijk, je ziet het staan, case management activiteiten. Dus onze case managers werken al dan bij een klant op locatie of bij ons op kantoor bedienen ze opdrachtgevers. Wij zetten artsen uit bij opdrachtgevers. Dat kan ook weer in-company zijn bij de wat grotere bedrijven. Of er wordt spreekuur locaties gedraaid op onze locatie in Veenendaal waar wij zitten. Of in de landen, want wij werken landelijk. Dus onze artsen gaan ook veel op pad. Daarnaast bieden we al wat ik net zei, projectmanagement en beleidszaken ondersteuning en een stukje via-advisering. Nou, de maatwerkdienstverlening heb ik al even genoemd. En hier zie je ook wat voorbeelden van klanten die wij bedienen. Het is een gevarieerd qua inhoud, IT-dienstverlening, maar ook de zorg, verzekeringen, iets met onderwijs. Het is heel gevarieerd. Ja. Nou, onze visie, waar staan wij voor als KMC? We vinden eigenlijk mensen zijn gewoon het allerbelangrijkste in een bedrijf. Je kunt een fantastisch product hebben, je kunt een fantastische dienst leveren, maar als daar niet de juiste mensen bij zijn die toch het werk moeten doen, die het moeten uitvoeren, die het moeten uitdragen in een organisatie, dan kom je niet veel verder. Dus mensen zijn gewoon het allerbelangrijkste in een organisatie en daar moet je zuinig op zijn. Die moet je goed ondersteunen, zeker als er sprake komt van arbeidsongeschiktheid. Als er zaken zijn die niet goed gaan, ook op het gebied van preventie in het kader van arbeidsongeschiktheid, is het heel erg belangrijk om daar aandacht aan te besteden. We willen vanuit die gedachte ook optimale ondersteuning bieden aan zowel werkgever als werknemer.
En er wordt wel eens gedacht van, oh, een arbo-dienst die wordt ingehuurd door de werkgever, die is er voornamelijk voor de werkgever. Nee, natuurlijk niet. Wij zijn er voor de werkgever en de werknemer. Heel vaak gaan die belangen ook gelijk op, al zien mensen dat niet meteen. Maar we vinden het belangrijk om zowel werkgever en werknemer te ondersteunen. Uiteraard geldt dat ook voor onze artsen, die in die zin ook gewoon hun ethische codes hebben. Die moeten echt ook in het belang van de werknemer denken en werken. Wat ik al zei, we staan voor case management gedreven verzuimbegeleiding. Wij geloven er echt in op het moment dat er een goede case manager is die de regie voert op dat gehele verzuimproces. En dus alle partijen in de gaten houdt, waar nodig aanstuurt, advies geeft, uitleg geeft, ondersteunt. Dat je zo optimale mogelijke begeleiding hebt van de werkgever en de werknemer ten tijde van arbeidsongeschiktheid. Nou, belangrijk is natuurlijk om te voldoen aan alle wet- en regelgeving, die best nog wel is veranderd, dus actuele kennis daarvan is nodig. En wij zijn van mening dat de arbeidsongeschiktheid overstijgt echt die 2 jaar. Veel arbeidsdienstverleners focussen zich op de 104 weken van arbeidsongeschiktheid, waarin je als werkgever natuurlijk je loondoorbetalingsverplichting hebt. Wij onderscheiden ons, wij bedienen een werkgever op de 12 jaar waarin hij financieel gezien verantwoordelijk is voor arbeidsongeschiktheid. Onze artsen doen bijvoorbeeld ook veel bezwaar- en beroepsprocedures. Die gelden pas in 10 jaar na die eerste 104 weken van verzuimbegeleiding. Maar doordat zij daar ook kennis en ervaring kunnen in hebben, dat heeft van invloed op die 104 weken in verzuimbegeleiding. En dat is een positieve voor zowel weer werknemer als werkgever. Het is belangrijk dat als iemand echt langdurig arbeidsongeschikt is en dus afhankelijk wordt van een uitkering vanuit het UWV, dat dat wel de juiste uitkering is, zowel voor werkgever als werknemer. Nou, door daar in die 104 weken al naartoe te werken, dan zorg je gewoon weer dat het een win-win situatie wordt voor beide partijen. Mag ik een kleine aanvulling doen? Vind je dat vervelend? Ja, nee, ga je gang. Nou ja, vragen zijn open hoor. Mag gerust onderwijs. Ik weet niet dat iedere directeur zich dat beseft en ik weet niet welke geschiedenis jullie hebben, maar dit is voor op stichtingsniveau, zeg maar, en eigenlijk ook op directeursniveau de grote zorg die je hebt. Dat iemand 1 week ziek is, 2 weken ziek is en denkt, het komt wel goed. En dan komt het ergens anders terecht. En dan uiteindelijk ben je zomaar na die 104 weken, na 2 jaar. En dan weet je het uiteindelijk nog niet. Dan denk je dat je een goed dossier hebt, et cetera. En je denkt dat je goed je best hebt gedaan. Of ja, er was gewoon niet meer mogelijk dan dat je hebt gedaan. Maar dan 1, 2, 3 of 4 jaar na dato. En als het niet klopt, moet je het zeggen. Maar dit is wel mijn ervaring. 4 jaar na dato, dan komt de rekening weer in de bus. Want het UWV heeft nog eens onderzoek gedaan. Of die is eindelijk toegekomen aan de dossiers die er liggen. En die zegt, nou, hartstikke goed werkgever. Maar ja, je denkt dat deze werknemer uit dienst is en van een uitkering geniet. Maar wilt u nog even terugbetalen? Wilt u gewoon het salaris doorbetalen? Want u heeft daar en daar wat gaten laten vallen. En dat komt in mijn beleving echt jaren na dato kan dat zomaar weer oppoppen. Klopt dat? Ja, sowieso de kosten van die 10 jaar uitkering, die worden doorbelast aan de werkgever. Dat komt middels een gedifferentieerde premie naar de organisaties toe. Maar dat zit altijd sowieso die 2 jaar al tussen. Dus nog 2 jaar extra bovenop die 2 jaar van verzuim al. Dus dat is al, hè, wat voor zicht heb je er dan nog op? In wie kast dat? Ja. En het kan inderdaad ook dat mensen gewoon bij het UWV aankloppen. Van ja, en dan toch om een uitkering gaan vragen. En dat het UWV eens even goed in zo'n dossier duikt. En dat hebben wij ook meegemaakt. En zeggen, ja, ga maar terug naar je oude werkgever. Ja. En dan staan ze in 1 keer bij jou op de stoel. En als dat toen de tijd na die 104 weken niet correct is afgehandeld. Ja, dan krijg je ze of terug op je bordje. Of hè, je moet er dan wat mee. En dat geeft vaak de extra problemen, ja. En dit is dan vaak weer, Ineke als functionaris van personeel, een soort van de pen in de S van de directeur. Die denkt, ja, het dossier moet goed en moet er allemaal goed in staan. En dan krijg je als directeur weer een belletje dat het er niet goed in staat. Ja, met reden, met deze reden. Want als het dossier gewoon niet op orde is, dan hang je. En dan het is heel belangrijk, het UWV beoordeelt zo'n dossier na 104 weken. Hè. Het gaat echt langdurig verzuim, iemand kan niet meer aan het werk. Dan komt zo'n medewerker met zijn dossier bij het UWV. Die doet eerst heel simpel een administratieve beoordeling. Die zet echt vinkjes, zitten alle documenten die er volgens de wet en regelgeving, volgens de richtlijnen in moeten zitten, zijn die aanwezig. Nou, dat gaat nog redelijk eenvoudig. Word je ook netjes gebeld als ze bijvoorbeeld een medische verklaring missen of een plan van aanpak, word je gebeld. Als dat goed gaat, gaan ze echt een inhoudelijke beoordeling doen. En daar gaan ze echt, ik zeg wel eens, dan wordt de loep uit de la gepakt. En dan gaan ze echt naar dingen, ook van 2 jaar daarvoor. Wat heb jij in die eerste 6, 8, 10 weken gedaan? Waarom is er geen arbeidsdeskundige ingezet na een maand of 11, 12? En als je het allemaal uit kunt leggen en het is goed verwoord in het dossier, prima. Er is geen één dossier hetzelfde, dus ik kan ook niet zeggen, het dossier moet er standaard zo uitzien. Maar er moet wel heel goed over nagedacht zijn. Tegelijkertijd, daar zal Lou straks ook wat meer over vertellen, begrijpen wij heel goed dat dat niet jullie core business is. Dus er mag ook niet altijd verwacht worden van jullie dat jullie dat perfect weten, hoe dat eruit moet zien.
En daar is een stukje samenwerking denk ik heel erg belangrijk. Als arbodienstverlener kunnen wij die kennis overdragen aan jullie, met jullie delen, jullie daarin meenemen. En tegelijkertijd hebben we ook informatie en input van jullie nodig. Want jullie kennen je mensen het beste. Jullie kennen de omgeving waar jullie mensen werken het beste. Noem maar op. Dus die samenwerking daarin vinden wij heel erg belangrijk. Ja. Mag ik wat vragen? Ja, zeker. Betekent dat dan dat er dus ook dossiers zijn die wel goed op de UWV-test komen? Ja hoor, gelukkig wel. Ja, maar nou, dus jullie hebben geen niet die ervaring? Of, ik weet het kost soms wat moeite hoor. Maar. Ja precies, want ik weet namelijk dat ik ook een heel dossier, dat ik daar ook nog ben geweest. En ja. Dat daar meer van de UWV zei van, maar mevrouw, wij vinden altijd wat. En dat zei ik ook, ze gaan met de loop. Ja, en toen dacht ik van, maar ja. Ja. Maar zijn we toe op ja, wat kan ik dan nog doen om het goed te doen? Ik naar huis ging en dacht van ja, dan weet ik nu eigenlijk ook niet meer. Ik weet even niet precies hoe het op dit moment is, maar er worden ook echt ontzettend veel sancties uitgedeeld op de UWV. Het percentage ligt ontzettend hoog. Ja, ik vind een administratieve sanctie, dat is dus bij de eerste check als er iets niet in zit, ik vind die mag je gewoon niet krijgen. Want dat is gewoon zorgvuldig je werk nog zorgen dat alle documenten erin zitten. Op inhoud wordt natuurlijk een ander verhaal. Hè? En daar heb ik ook nog eens discussies over met de UWV. Ik heb toevallig bij een andere opdrachtgever een situatie lopen. De meneer heeft een aanvraag ingediend. En de arbeidsdeskundige van het UWV belde mij 2 weken terug op. Ja, wil u even mededelen dat we een sanctie op gaan leggen. Ja, hou eens even, weet je wel. Ik was heel blij dat ze belde, want toen kon ik het gesprek met haar aangaan. En ik kon de conclave aangaan. En toen zijn we echt op inhoud, ben ik met haar eigenlijk al de discussie aangegaan. En het mooie is nu dat dus de sanctie is van tafel gehaald. En nu wordt die persoon toch beoordeeld. Maar dat klopt wel, want als ze iets kunnen vinden, zullen ze altijd een sanctie opleggen, want dat is in het voordeel van het UWV. Ja. Dus ja, het is heel belangrijk om daar heel kritisch en goed naar te kijken. Ik noemde al wat dingen net, hè, waarin we ons onderscheiden. Hè, dat overzien van die 12 jaar financiële verantwoording, dat ook echt focussen op een stukje schadelastbeheersing. Weet je, dat is heel simpel, verzuim kost gewoon veel geld. En tuurlijk wil je niet alleen naar de zakelijke kant kijken, maar de mens zei net ook, is heel belangrijk. Maar onderaan de streep, het kost ook gewoon heel veel geld voor organisaties. En daarom is het ook belangrijk om dat stuk gewoon goed grip op te hebben. Ik denk dat we alle expertise hiertoe in huis hebben. Ik zei het al, we hebben juridisch medewerker, we hebben arbeidsdeskundigen, we hebben artsen, we hebben case managers. En ze hebben ook echt een team waar heel veel kennis en kunde in huis is. En wij brengen dus graag ook een stukje van onze kennis en kunde, delen wij graag met de mensen waarmee we samenwerken. Daar worden we denk ik beide beter van. Onze aanpak en werkwijze, daar wou Loes volgens mij iets over vertellen. Ja, ik ben gewoon even aan deze. Oh, ja, dat is goed. Ik wil jullie dus wat vertellen over de aanpak en de werkwijze van KWC en ook welke partijen en mensen we daar allemaal voor nodig hebben en wat we daarvan verwachten in principe. Maria heeft jullie al wat verteld over die case management gedreven verzuimrichtlijning. Dus we willen echt de case manager centraal stellen en die heeft eigenlijk een beetje die helikopter view om het hele verzuimproces te begeleiden. Zijn jullie automatisch dan de case manager? Begrijp ik dat dan goed? Ja. Oké. Ja, want wij gebruiken natuurlijk ook die term ook intern van de leidinggevende als case manager of Hinekas per case manager. Maar hoe zie ik dat dan in de. In principe hebben we dus die helikopter view en proberen we alle partijen op het juiste moment in te zetten, aan te sturen, te stimuleren, adviseren. En dus eigenlijk gewoon op het juiste moment ook te interveneren. En vanaf welk moment gebeurt dat? Bij wat voor soort casussen gebeurt dat? Dat gebeurt niet bij een griepsituatie, denk ik? Of wel al? Het begint eigenlijk altijd al vanaf het moment van ziekmelding, maar ook van tevoren. Je kunt ook een adviserende rol hebben natuurlijk en ook een stukje preventie. Maar stel, er is een ziekmelding, dat komt bij jullie dan binnen. En met een aantal dagen, dan nemen jullie contact op met de leidinggevende van goh, hoe zit het ermee? Of hoe zie ik dat? Wat houdt het case managementschap dan in? Nou ja, dat kan op heel veel verschillende manieren ingezet worden. Ja. Die ziekmelding komt binnen bij ons centrale meldpunt. Daar vertel ik daar nog iets meer over. Dat centraal meldpunt, die medewerkers, die werken ook onder taakdelegatie van de bedrijven. Dat betekent dat ze ook wat meer uit mogen vragen en ook wat meer medische dingen uit mogen vragen. Op het moment dat er dan een speciaal protocol gevolgd moet worden, bijvoorbeeld er speelt conflict of er zijn psychische klachten, dan is er versneld actie nodig. Dan wordt ook die case manager versneld ingezet en wordt er eventueel versneld zo'n afspraak bij de bedrijfsarts gepland. Het kan ook eigenlijk soms wat langer duren als je bijvoorbeeld een griepje hebt of iemand meldt zich ziek met iets algemeens of wil het niet
zeggen, dat kan ook nog wel eens voorkomen. Dan duurt het ongeveer 2 à 3 weken voordat er iemand uitgenodigd wordt. Maar dan gaat wel meteen een protocol aan ons verzuimsysteem door, waardoor wij pop-ups krijgen en zien welke actie we moeten ondernemen. En die uitnodiging, dat bepalen jullie of doe je dat in overleg met de directeur? Kan een directeur ook zeggen van een bezoek aan een bedrijfsarts is voor ons is in deze situatie helemaal niet zo relevant? Dat kan, maar daar zullen we dan wel uiteraard over Oké, okay, maar jullie handelen dus heel proactief? Ja, in principe wordt iedereen gewoon in de... Ik ben daar met Ineke nog de puntjes op de i aan het zetten, hè, voor wat betreft hele duidelijke werkafspraken. Maar bij de meeste van onze opdrachtgevers zeggen we, een zieke medewerker wordt standaard in de 3e of 4e week van verzuim uitgenodigd bij de bedrijfsarts op spreekuur. Nou, de bedrijfsarts gaat ook bij jullie op locatie in Geldermans, dan gaat die spreekuur draaien. Daar zijn natuurlijk altijd het voorbeeld wat Bloes al gaf, uitzonderingen op. Hè? Mm-hmm. Iemand die versneld naar de arts moet vanwege protocoltaken, richtlijnklachten. Of dat misschien een van jullie ons even contact opneemt. We vinden het ook heel prettig om gewoon het rechtstreekse contact te hebben. Van meneer Jansen heeft zich vandaag ziek gemeld bij mij. Ja, hij geeft griep aan, maar ik heb vorige week een gesprek met hem gehad en dat liep niet zo lekker. Wil je daar even wat extra aandacht aan besteden? Dan gaan we zo iemand wat eerder contacten. Dat kan telefonisch vanuit de case manager. Of dat kan ook al op een spreekuur bij de bedrijfsarts. Dus we hebben in ieder geval een standaard van elke 3 of 4 weken. Hè, wat ik zeg, ik ben de puntje op de i aan het zetten met Ineke. En daarbuitenom is er gewoon flexibiliteit. Want ik zei net al, geen één medewerker, geen één dossier is hetzelfde. Dus je moet daar buitenom wel kunnen schakelen of iemand eerder. Of misschien dat kan ook zelfs juist later naar de bedrijfsarts gaat. Als er bepaalde dingen kan me voorstellen dat iemand heel ernstig ziek is, dat hij het net te horen heeft gekregen en ook in allerlei trajecten zit met spoed in ziekenhuizen, noem maar op. Ja, dan ga ik zo iemand niet meteen lastig vallen om in die 3e week bij ons te komen. Dan kan dat ook met een telefoontje af en kan hij in de 6e week bijvoorbeeld bij ons komen of nog later. Dus dat is een beetje hoe daar invulling aan wordt gegeven. Mag ik nog wat vragen? Wie doet dan aan de dossiervorming? Bijvoorbeeld het plan van aanpak op de werkvloer? Dat doen we allemaal samen. Ja, kijk, wij sturen dat aan en zullen dat ook signaleren, maar het is aan jullie om die plannen van aanpak en eerstejaars en overige evaluaties te maken met de medewerkers. Ja. Maar wij ontvangen ook de signalen en die protocollen en die verzuimsystemen, wij zullen daar ook op aansturen. Betekent dat dan, want nu heb ik de indruk dat Ineke de stok achter de deur is, maar dat jullie nu dus de stok achter de deur zijn voor de leidinggevende? Ja. Dus jullie nemen rechtstreeks contact op met de leidinggevende als die in gebreken blijft, door welke reden dan ook? Ja. Okay. En het blijft bij ons in het systeem, wat we nu hebben, die pop-ups komen van aanpak maken. Ja, ik ben met Ineke nog aan het kijken naar het verzuimsysteem, want het is wel heel belangrijk dat je inderdaad een goed verzuimsysteem hebt voor dit soort dingen, hè, voor je dossiervorming, voor je pop-ups. Ja, komt nou in Newforce binnen. Ja, en daar zijn we nog aan het kijken of dat blijft het huidige systeem of dat we met een ander systeem gaan werken. Mocht dat zo zijn, dan krijg je daar uiteraard niet een ander hoor ik al. Weer een ander. Daar zijn we nog met Ineke naar aan het kijken. Ja. Jullie gaan in Geldermalsen zitten, en waar gaan jullie dan zitten? Ja, wij komen 1 keer per 3 dagdelen, komt de bedrijfsarts een dagdeel in Geldermalsen zitten. 1 keer per 3 dagdelen? Nee, 1 keer per 3 weken een dagdeel. Sorry, 1 keer per 3 weken een dagdeel. Zit in het verzamelgebouw, de Pluk heet dat, meen ik. Waar de vorige bedrijf arts ook zit. Dat wordt het uitgangspunt en dan zit hij daar. Wat ik zei, we zitten zelf in Veenendaal. Stel dat je een medewerker hebt die dichter in de buurt zit van Veenendaal of Geldermalsen, mag die van mij ook daar komen. Daar zijn we ook flexibel in, maar dat is het uitgangspunt. Ja. Wat ik nog even wilde toevoegen op die vraag van wanneer gaat er een loop of wanneer wordt iemand uitgenodigd, wordt dat besloten. Het kan uiteraard ook voor een ziekmelding spelen dat iemand uitgenodigd wordt of dat jullie iets signaleren of dat iemand iets aangeeft. Dan kan je iemand uiteraard ook al preventief in contact brengen met ons of met de bedrijfsarts. Ik denk dat dat juist ook heel belangrijk is om langdurig verzuim te voorkomen, om dat ook al vroeg te stimuleren en eventueel een ziekmelding te kunnen voorkomen. Over die prominente rol van de leidinggevende heeft Maria net ook al wat verteld. Hè? Jullie kennen de mensen, jullie weten ook in wat voor situatie zij moeten werken. Dus van jullie wordt ook uiteraard veel verwacht. Verder werken wij met bedrijfsartsen die ook een proactieve rol aannemen. Dat wil zeggen dat er niet alleen spreekuren worden gedraaid en terugkoppelingen worden geschreven. Maar dat zij ook actief meedenken, interventies adviseren en dergelijke. Wij hebben ook veel contact met de bedrijfsartsen, dus dat is ook heel belangrijk om daarin samen te acteren. Budget voor interventies is uiteraard ook belangrijk. Die kunnen ook over de gehele
12 jaar ingezet worden. En ja, we proberen dat wel zo vroeg mogelijk en ook volgens protocol te doen. Vroege inzet van interventies kan ook op de lange termijn weer heel veel kosten schelen. Dus vandaar dat we daar. En waar heb je het dan over? Budget voor interventies? Wat is dat voor budget? Zijn dat subsidies of zijn dat... Nee, dat kan heel breed zijn. Dat kunnen arbeidsdeskundigen zijn die we inzetten, spoorwegreintegratie. Maar dat zit in het contract ingesloten wat we met jullie hebben. Is dat het budget? Nee, het is meer dat er binnen een organisatie, een deel zit natuurlijk in het contract, ja. De bepaalde activiteiten. Maar er zijn ook, er kan een spoor 2 traject opgestart moeten worden bijvoorbeeld. Of iemand kan een multidisciplinair onderzoek moeten ondergaan. Ja, het is, wat we belangrijk vinden is dat een bedrijf wel in die zin ook investeert in verzuim, okay, in haar mensen. Ja, dus dat ons budget. Ons voor, jullie budget voor de ondersteuning van arbeidsongeschikte medewerkers. Ja. Okay. Dankjewel. Okay. Ja, en het werken in een adequaat verzuimsysteem. Maar zoals jullie daar komen we nog op terug. Komen we daar nog op terug. Nou, wat doet die case manager dus? Dat is een stukje adviseren, aansturen, signaleren en stimuleren in die verzuimbegeleiding. En dat resulteert in een continue monitoring van het hele verzuimproces. We willen niet alleen werkgevers en werknemers adviseren, maar we willen ook graag rond de tafel met een ondernemingsraad. Ik geloof dat een medewetenschaps. Ja, GMR bijvoorbeeld. Ja, dat we dat zo bijvoorbeeld noemen. En op die manier bijvoorbeeld ook dingen die wij signaleren daar bespreken, zodat je daar preventief op kan inzetten binnen een organisatie. Het stukje beheer en onderhoud van het werkgeversdeel, dit is dus het dossier dat in het systeem staat. Het wetverbetering voortwachter dossier, dus dat onderhouden wij en beheren wij. We zorgen ervoor dat de juiste stukken erin staan, zodat aan het einde van die 104 weken, iets eerder in het proces, dat reïntegratieverslag dus ook op de juiste manier aangeleverd kan worden bij het UWV. Om dus ook die administratieve sanctie te voorkomen. Nou, dit is een aardig volle sheet, zoals jullie kunnen zien. Ik zal er even doorheen lopen. Van een leidinggevende verwachten we dus ook dat die beleid en protocol integreert in de manier van werken. Is uiteraard de eerste verantwoordelijke voor het contact met die medewerker, maar ook het contact met ons. We verwachten, dat staat iets later, iets meer naar beneden in de sheet, dat hij ook tijdig ons of HR inschakelt. Als je merkt dat het reïntegratieproces niet naar wens verloopt, schakel ons altijd in. Er zijn korte lijnen, ons centrale meldpunt is ook dagelijks tussen 8 en 6 bereikbaar voor vragen. Leg de contactmomenten en beslissingen vast. Dat is ook heel belangrijk dat de gesprekken vast worden gelegd, de plannen van aanpak op een juiste manier ingevuld worden en ook die evaluaties op een juiste manier ingevuld en aangevuld worden. Wij hebben daar ook zicht op en weten ook hoe die op een juiste manier ingevuld moeten worden. Dus daarin zullen we ook met jullie sparren en eventueel advies geven over wat iets anders kan en wat beter kan. Vooral ook nu die een grote en belangrijke rol speelt, medische termen daar niet meer in mogen staan en dergelijke. En we zien dat toch nog wel heel vaak terug, dat heel makkelijk wel is gebeurd. Want medewerkers vertellen soms ook graag vanuit zichzelf dingen, maar we mogen het gewoon niet meer vastleggen. Levert input voor die wet verbetering op poortwachterdocumenten, dat spreekt dan eigenlijk ook wel voor zich. Voorziet zo nodig de bedrijfsarts van informatie voordat deze de betrokken medewerker ziet. Soms weten jullie ook wel wat meer. Of is er een specifieke vraag die je aan de bedrijfsarts wilt stellen? Of merk je dingen op? Informatie die voor de bedrijfsarts dan ook wel eens relevant kan zijn. En daarin kan die ook in zijn spreker soms sturen om bepaalde dingen boven tafel te krijgen. Dus we vinden het ook heel belangrijk dat die informatie bij de bedrijfsarts terecht kan komen. Mag ik twee dingen vragen daarover? Je sloeg schakeltijdig CMHR in, tenminste, dat denk ik. Ja. Wat is in de nieuwe situatie de positie van Ineke? Ineke zal zich... In die zin zullen wij meer naar voren treden in de verzuimbegeleiding. Ik begrijp dat Ineke daar nu heel veel in doet. Hè. Die doet dat chasen op jullie, op van is de plan van aanpak gemaakt, noem maar op. Daar zal zij meer naar de achtergrond treden. Die rol zullen wij overnemen. Dus echt die verzuimbegeleiding komt veel meer bij ons te liggen.
Ik heb wel ook met Ineke de afspraak van, joh, als er echt bijzondere gevallen zijn, dan vind ik het ook belangrijk dat zij betrokken blijft. Als er echt bijzondere situaties zijn. Jullie informeren dan Ineke van, we hebben hier een casus aan de hand. Wij zullen sowieso die lijnen met haar kort houden. Maar het houden. Is dus niet zozeer de directeur die dan Ineke informeert dat hij jullie heeft geïnformeerd. Nee, dat hoeft wat mij betreft niet. Nee. Het belangrijkste vind ik dat de directeur ons informeert. Ja. En die lijn met Ineke, die hou ik wel... Zij zal waarschijnlijk meer de kwaliteit van jullie dienstverlening. Ja. Dus wij evalueren in de DO, dat gaat naar Ineke en Ineke koppelt dat naar jullie terug. Ja. Op die manier denk ik. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Ik had nog vragen, maar ga maar, want ik ben ermee vergaan. Nou, er zijn natuurlijk ook situaties waarin er een probleem is tussen de leidinggevende en de werknemer. Tot nu toe was bijvoorbeeld Ineke daar de schakel in. Hoe gaat dat dan? Ja, dat, wat bedoel je met was Ineke de schakel in? Dan nam Ineke de gesprek als een soort mediatorrol op zich. Ja. Ik denk dat iemand zal ook bij de bedrijfsarts komen, dus die zal daar ook iets van vinden. Hè. Die zal daar ook in adviseren. Daar kunnen wij ook iets in doen, maar ik vind als er echt bijvoorbeeld een conflict is, en dan vind ik haar er wel goed dat die betrokken is. Maar ik moet het ook eventjes per geval bekijken hoor, denk ik. Natuurlijk kunnen wij daarin een rol spelen. Hè. Wij kunnen ook als case manager gesprek hebben met de medewerker. Ook de bedrijfsarts zal dat in zijn spreekuur meenemen. Joh, wat is er aan de hand? Wat zit daar? Hij zal er in zijn advies ook iets over zeggen. Echt een mediatorrol, ja, dan denk ik dat het goed is dat Ineke ook betrokken is. Dat zijn van die voorbeelden dat je zegt, ja, dat zijn wat bijzondere situaties. Nou ja, ik vind ze niet zo heel bijzonder, want ze komen regelmatig voor dat op dat gebied problemen zijn. Stichting is beter. Dan is het ook weer, hoe zwaar is het conflict? Nee. Een kleine oneenigheid over iets? Ja, dat pakken wij gewoon op, dat nemen wij gewoon mee. Ja. En hij heeft de bedrijfsorganisatie zo'n richtlijn, die moet volgen. Stukje verzuim en conflict uit elkaar te trekken tijdens zo'n spreker. Dus dat heel duidelijk zeg maar als twee aparte dingen te zien. Ja. Ik heb wel eens een telefoongesprek gehad met zo'n arbo-arts of een bedrijfsarts. En dan heb je het ook over degene die dan naar de bedrijfsarts gestuurd wordt. En dat geef je net aan. En dat zou mooi zijn als je wat voorinformatie kunt krijgen. Dat mag je ten eerste informatie geven. Welk soort informatie mag je geven? Mag je alleen vertellen van wat je gezien hebt, waargenomen hebt en wat er gebeurd heeft? Of mag je ook je eigen psychologische achtergronden enzovoort aan toevoegen? Ja, dat mag best, maar dan zou ik dat wel zo benoemen. Van, hè, wat neem je echt waar? Wat neem je objectief waar? En wat zeg je nou voor mijn gevoel of ik heb het idee dat? Dan zou ik dat wel zo verwoorden. En moet je dat ook aan de betreffende persoon melden zoals we dat bij kinderen en bij ouders enzovoort? Dat wij iets vertellen. Wat wij vertellen. En dat hoeft niet altijd. Het kan zo zijn dat je de arts een keer wat in vertrouwen vertelt, maar dan zal de arts daar in het spreekuur direct ook niet iets mee kunnen doen. Dan kan hij dat niet zo specifiek benoemen. En op het moment dat jij natuurlijk tegen je medewerker hebt gezegd, joh, ik heb met de bedrijfsarts gesproken, want ik maak me zorgen hier en hierom. Dan kan de bedrijfsarts dat ook noemen in zijn spreekuur van, joh, ik heb contact gehad met je leidinggevende en dit en dit en dit kwam naar voren. Dus dat beide kan. En het is altijd goed voor de bedrijfsarts om informatie te hebben. Maar soms is het lastig om als je dingen echt in vertrouwen hebt verteld, dat hij ze niet altijd zo specifiek op tafel kan leggen. Want dan... Dus dat is een beetje een balans zoeken daarin. En kan een werknemer ook zelf zich melden bij een bedrijfsarts? Ja, wij hebben ook een open spreekuur. Dus een medewerker zelf kan ook contact opnemen met ons centraal meldpunt. En dan vragen om een afspraak bij de bedrijfsarts. Daar hoeft hij dus ook niet ziek voor te zijn. Kan als hij wel ziek is, kan als hij niet ziek is, dat maakt niet uit. En dan kan hij dus naar het open spreekuur. Ja. Vanuit voorgaande situaties ken ik het verhaal dat een zieke medewerker bij een bedrijfsarts is geweest en die komt dan terug en het advies van de bedrijfsarts is 10 weken maar eens rust nemen. Terwijl de werkgever denkt van, hoezo? Het zat nog helemaal niet op de lijn en hoe komt die bedrijfsarts erbij? Ken je dat soort casussen en is dat ook jullie werkwijze dat een bedrijfsarts geheel eigenstandig dat soort adviezen geeft waarbij je als werkgever denkt, ik ben buiten spel gezet? Daar kom ik zo in de volgende sheet terug prima. Over de werkwijze van de bedrijfsarts, maar dat is in principe niet de werkwijze die wij graag hanteren. Nee, 10 weken volledig rust, dat is alleen in hele bijzondere gevallen voor bij ons. Ja. Maar ik noem maar iets, hè. Een advies waarbij je als werkgever denkt, maar dat komt zo. Ja. Oké, dankjewel. Nou, en ik kan me voorstellen dat... dat staat hier ook, hè, van schakeltijdig de case manager of HR in.
jullie mogen ook dat centrale meldpunt uiteraard bellen als je het niet eens bent met een advies is of als je er anders over denkt om eens te sparren met zo'n bedrijf. Want we zien ook heel vaak, we hebben ook wel eens drie gesprekken met een leidinggevende, een medewerker en een bedrijf, dus om daar ook open dingen op tafel te leggen. Soms zitten wij daar zelf dan ook bij. Ja. Dus ja, als je bepaalde gedachten hebt over zo'n terugkoppeling of over zo'n advies, staan er altijd voor open om daar ook ja, jullie input over te horen. Ja, ik denk dat we hier wel voldoende over hebben gesproken. Nou, dan die bedrijfsarts. Ja, Maria heeft daar net ook al iets over verteld. We werken dus met bedrijfsartsen die veel kennis en ervaring hebben. Kennis over verschillende zaken, onder andere de hele wetgeving rondom sociale zekerheid. En dat overstijgt dus die eerste twee jaar ziekte. Kennis van die UWV-protocollen en kaders. En dat resulteert er ook in dat je die dossiers op een adequate manier kan opbouwen tot aan die beoordeling. Kennis van de basisprincipes van de FML, dat is de functionele mogelijkhedenlijst. Die lijst die wordt omstreeks één jaar ziekte opgesteld en daarin wordt heel duidelijk aangegeven wat de beperkingen dan wel mogelijkheden van zo'n medewerker zijn. En op basis daarvan wordt ook een arbeidsdeskundige beoordeling gedaan om te zien wat een medewerker nou wel en niet kan. En op basis daarvan ga je weer kijken welke richting je in dat verzuimdossier dient te nemen. Ja, ervaring met bezwaar en beroep en de begeleiding van de WGA-dossiers, dat is dus na die twee jaar. Als iemand in een uitkering terechtkomt en dan ervoor zorgen dat iemand ook in de juiste uitkering zit, dan wel wisselt of blijft. Ja, die inzet van die bedrijfsarts levert dus adequate adviezen op om ook tot de juiste manier van werkervatting te komen. En dan het stukje waar jij net ook al over zij, geen benutbare mogelijkheden, daar staat GCM voor, dat is dus eigenlijk dat rust geven. Die geven onze bedrijfsartsen liefst zo min mogelijk af. We geloven erin dat een snelle werkafvatting bijdraagt aan ja, het voorkomen van langdurige uitval. GBM staat voor geen benutbare mogelijkheden. Ja. Dus dat is in principe dat thuis blijven rust houden. En ja, dat kun je gewoon niet zo lang afgeven, vinden wij. Het is ook belangrijk dat je dus ja, daar in een proactieve manier in staat. Heeft jullie bedrijfsarts ook ervaring van hoe het in onderwijs aan toe gaat? Ja. Santos, ik sta straks in een plaatje, heb ik even van het KMC Fluvium team. Daar zul je ook Santos zien op de foto. En Santos is onder andere ook arts bij een scholengroep in een omgeving Amsterdam, bijvoorbeeld. Dus hij heeft wel ervaring in het onderwijs. Ja. Belangrijk. Heel belangrijk. Ja, van belangrijk, ja. Nou ja, inwinnen informatie is standaard tenzij. Artsen kunnen natuurlijk informatie inwinnen bij behandelaars. Waar iemand in het reguliere traject bij loopt, of bij een huisarts, of bij een andere behandelaar. En onze artsen doen dat in principe altijd, tenzij daar een gegronde reden voor is om dat niet te doen. Bij andere arbeidsdiensten en artsen zie je dat het vaak andersom is. We winnen geen informatie in, tenzij het echt nodig is. Maar wij denken dat zo'n informatie of iemand anders die mee wat informatie kan geven over de desbetreffende persoon, altijd van toegevoegde waarde is. Ja, waar resulteert dat in? Een vroege start van de reïntegratie, motivering van de medewerker om ook mee te werken aan die reïntegratie. En de beperking van langdurig verzuim. Dan de case manager taakdelegatie. Als je onder taakdelegatie kan werken van de bedrijfsarts, dat betekent dat de bedrijfsarts bepaalde taken aan jou als case manager mag delegeren. Dat betekent dat je ook, dat iets anders formuleren. We hebben overeenkomsten met die bedrijfsarts waarin hij dus ook heel duidelijk stelt welke taken die aan ons delegeert. Dat betekent dat wij in contact met die medewerkers ook soms medische informatie mogen uitvragen. En wat dieper in het gesprek kunnen gaan met die medewerkers. Die bedrijfsarts heeft met ons dus een overeenkomst waarin heel duidelijk aangegeven staat wat hij aan ons delegeert. De gedelegeerde moet dat dus ook benoemen aan die medewerker en ook benoemen van joh, alle medische informatie die je op dit moment deelt blijft tussen mij, jou en die bedrijfsarts. Die mogen we uiteraard ook niet met jullie delen. En die medewerker moet daar dus ook altijd over ingelicht worden. Dat lijkt me logisch. Dat is niet zo'n probleem.
Even voor de helderheid. Nee, dat was zeker. En op het moment dat zo'n medewerker ook zoiets heeft van, nou, ik wil dat niet met jou delen, ik wil het bedrijf zelf spreken, dan geven we er altijd gehoor aan. Ja, dat moet ik wel. Zeker. Ben ik dan nog iets verdiend? Ja, nou ja, in ieder geval, om dat op een goede manier te laten werken, is het ook nodig om echt structureel met de bedrijfsarts samen te zitten en die cases te bespreken. Maar het lijkt me logisch dat je ja, op die manier ook wat advies van de bedrijfsarts krijgt en ook je dingen die je opvangt met hem bespreekt. En dan het centrale meldpunt. Wij hebben dus een centraal meldpunt met enkele medewerkers die dus bereikbaar zijn van maandag tot met vrijdag van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Zij nemen de zieken- en herstelmeldingen aan. Onze klanten hebben verschillende specifieke nummers, waardoor wij ook meteen zien welke klant er belt. Kunnen we het juiste systeem openen en op die manier ook meteen die ziekmelding invoeren. Is dat altijd telefonisch of is het gewoon ook via e-mail? Nee, we willen liefst echt telefonisch doen, zodat we ook wat dingen uit kunnen vragen. Ja, want dat is ook dat wij als leidinggevende hebben meestal natuurlijk ook al de stress dat die klas aan de gang moet. Ja, maar moet dat gelijk de eerste dag? De medewerker kan zichzelf bij ons ziek melden, hè? Dat is ook de bedoeling. Niet met de leidinggevende, jawel toch? Ja, uiteraard ook. Ja. Leidinggevende en het melden. Ja. Moet hij beide bellen? Moet hij beide bellen. Dus de medewerker doet dat zelf en op het moment dat hij ons dus belt, krijgt hij dus ook een centraal meldpuntmedewerker aan de lijn die onder taakdelegatie werkt, die dus ook meteen kan uitvragen van, joh, wat speelt er? Dus het is standaard, ik sta 's ochtends op en ik voel me niet lekker. Ja. Ik bel mijn leidinggevende van ik kom niet werken. Mm-hmm. Nou, leidinggevende gaat allemaal in mijn klas regelen. Ja. En ik moet nog een nummer bellen van beste bedrijfsarts of KMC. Ja. Ik ben ziek. Ja, dat klopt. Wauw, oké. Okay. Zo is dat. Ja. En stel nou, want waar zit de check? Hoe komen we erachter dat de tweede telefoontje niet gepleegd wordt? Dat gaat in het systeem verwerken. Okay. Dus je krijgt een melding. Ja. Van meneer Jansen heeft zich vanochtend ziek gemeld. Dan weet je, of heb jij niet gebeld, hè, of andersom, dan is die check daar. Nou. Meer andersom als alleen naar ons bellen. Ja. Ja, en je of weten jullie dan niet, dat hij ziek is? Ja. Dus als alleen jullie bellen en je krijgt geen melding uit het systeem, dan weet je dat hij ons niet gebeld heeft. Dan moet je er even achterheen zitten dat hij ons belt. Ja. En andersom, als hij jullie niet gebeld heeft, maar ons wel, dan weet je dat ook via. En dat is dezelfde ochtend eigenlijk. Ja. Want als hij belt, dan komt er gelijk een melding in het systeem. Dus als je om 9 uur nog geen melding voor jullie hebt gehad, dan heeft meneer Jansen iets gedaan. Want dat is dus ook die taak van die centrale meldpuntmedewerkers. Die werken dus ook onder taakdelegatie van de bedrijfsarts, waardoor ze wat meer uit kunnen vragen. En zij zullen ook meteen die ziekmelding in het systeem doorvoeren, waardoor dat hele protocol in principe begint te lopen. Jullie een melding krijgen van de ziekmelding. En wij ook zien op welke manier we dan moeten gaan acteren. Versneld, dan wel niet versneld. En mag ik dan, want dan is het iemand te ziek, even geen griepje, maar dan is het denk ik heel gebruikelijk om minimaal iedere week even contact op te nemen. Doen jullie dat dan en de leidinggevende? Hoeveel contactpersonen zijn er voor die zieke persoon? Nou ja, dat hangt heel erg af van de afspraken die er nog gemaakt gaan worden met Vlivium. Er zijn klanten waarbij wij na een aantal dagen een terugbelactie doen, waarbij je eigenlijk ook meteen vragen van, joh, wat is het nummer waarop je gebeld kan worden als dit griepje wat langer duurt? Dan neemt de case manager even contact met je op. Maar het kan ook maar net zo zijn dat die verantwoordelijkheid toch bij jullie blijft liggen. En want Ineke gaat die afspraak met jullie maken, maar ik ben heel benieuwd wat de directeur daarvan vinden. En hoe Ineke de terugkoppeling met jullie dat doet, wat jullie daarvan vinden. Want dat persoonlijke contact blijft natuurlijk als leidinggevende heel belangrijk met je medewerker. Maar dat mag Ja, maar tegelijkertijd is het ook heel fijn als je ontlast wordt. Dus ik hoor hem nu als taakverlichting voor Ineke en niet specifiek voor ons. Nee? Nou ja. Discrimineer zoveel mogelijk. Als er ene persoon die bij mij ziek meldt, dan maak ik me totaal niet druk, want ik weet van nou, die is gewoon ziek. Ja. En als iemand anders ziek meldt, en dan vind ik het juist weer heel vervelend voor diegene waar ik me totaal niet druk over maak, dat ik nog een tweede telefoontje moet plegen. Ja, maar dat is standaard. Nee, maar dat is even, daar begint mijn weerstand al een beetje. Ik denk van ja, waar zijn we bezig? Want wat mij logisch is, dat het dan 3 of 4 dagen of wat nog na een bepaalde periode moet, dan vind ik dat logisch. Ja, maar meteen van het is onlogisch. Nou, maar er zijn, kijk. Meestal is het ook zo dat de mensen die zich ziek melden, die echt problemen hebben, het niet zo erg vinden om dat nog even te vertellen. Maar we zien ook wel eens dat iemand zich ziek meldt met een griepje, zegt, nou, ik verwacht dat ik 3 à 4 dagen ziek ben.
is na 3 à 4 dagen nog niet beter, duurt een week, dan is het best wel goed om je leven in check te doen en toch te vragen van, joh, is het, ben je misschien al bij een huisarts geweest, is er nog iets, is er nog ander nieuws? Dat is wat anders als de eerste ziekmelding. Ja, maar die krijg je pas als je, je krijgt het in kaart als het direct gemeld wordt natuurlijk. Je weet op de eerste dag nog niet. Dat is nu ook zo. Iemand meldt zich bij mij, ziet, ik zet het in het systeem en dan is het dus helder. Ja, dat snap ik. En als je dan met elkaar afspreekt dat er pas na 3 of na 4 dagen een case manager erbij komt, om te checken, is die check, heb ik helemaal geen probleem mee. Die vind ik logisch. Maar bij eerste aanvang, ook bij mensen waarvan we allemaal weten, nou, die is altijd 1 of 2 dagen of de eerste keer wat, dat die 2 keer moet gaan bellen, vind ik een rare zaak. Maar zou het goed kunnen vanaf het moment dat iemand meer dan gemiddeld ziek is? Ja, precies. Maar dat gaat dus buiten dit standaardprotocol, hè? Ja. Nee, maar het lijkt me niet handig om dat te zeggen, maar ik had nog een andere vraag. Stel dat iemand zich ziek meldt, ziet het systeem dan ook dat iemand zich regelmatig verzuimt? Ja. Wordt dan ook meteen dan een terugkoppeling opgegeven? Zo van, nou, u bent... Dan komt een signaal naar boven, ja. Ja, een signaal naar boven, maar wordt het dan op dat moment ook dan met de zieke werknemer al? Als die belt? Nee, dat niet meteen. Okay. Ik vind het ook eigenlijk eerst een taak voor een leidinggevende om te bespreken met de medewerker. Joh, je hebt je dit jaar al voor de 4e keer ziek gemeld. Is er misschien iets aan de hand? Ja, precies. Nee, dat is ook zo. En dat gebeurt nu ook. En ik heb ook wel gezien bij een aantal collega's dat dat ook wel effect heeft. Ja. Zeg maar, oh, is dat echt inderdaad meer dan bij anderen? Ja. Dus ik zou het eigenlijk helemaal niet erg vinden eigenlijk. Dus ik vind het wel mooi dat het bij mij blijft, maar ik had bij mij dus ook dat mogen zeggen. Ik voel dat niet zo, dat ik denk van, goh, dat het heel vervelend is. Ja, ik zie het best heus wel als ik op maandagochtend gewoon met een griepje ziek moet melden bij mijn leidinggevende. En 3 minuten later krijg ik iemand die ik nog nooit heb gezien. Moet ik nog een keer hetzelfde verhaal doen? Dat zie ik wel als een drempel, ik zie dat bezwaar wel. Maar ik begrijp ook wel dat soort protocollen bijdragen aan het totaalpakket. Ja. Dus ja, je krijgt wat en je laat wat. En als je dan maatwerk moet leveren, ja, dan is het weer overgeleverd aan de desbetreffende directeur. Want de ene directeur die heeft dat feilloos in gedachten. Maar er zitten hier ook directeuren die toch wel met 3 weken of met terugwerkkracht denken van... hier had ik misschien toch wel iets eerder moeten kunnen ingrijpen. Dus ja, dat is... En trouwens, het is niet eens directeur afhankelijk, ook persoon situatie afhankelijk. En dan snap ik wel gewoon een standaard protocol. Ziek melden, directeur en... Ik zou het zelf niet verkeerd vinden om in een standaard protocol gewoon te zeggen van... Dat doe je pas bij de 2e ziekmelding in een jaar of bij de 3e ziekmelding. Nee, maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over het aantal ziekmeldingen. Het gaat natuurlijk over het proces wat daarna volgt. Ja. En KMC wil vanaf dag 1 weten van wanneer ben je ziek gemeld, wat is er aan de hand en welke interventie moeten wij plegen. Ja, ik vind het echt wel lastig voor de mensen waarvan je echt weet van die zit in een griepgolf en die zijn gewoon niet ziek. Ik snap het wel en ik ervaar dus ook die last wel. Maar tegelijkertijd, als dat gewoon de procedure is dat je vanaf nu 2 telefoontjes moet plegen omdat je ziek bent. En dat je daarna weet dat er een goede organisatie staat die voor jou klaar staat om je te helpen als er echt iets met je aan de hand is, nou dan heb ik het er wel voor over. Dan meld ik mijn griep even 2 keer, maar als ik echt dikke shit heb, in privé, persoonlijke, nou dat is zelden, maar wat dan ook, dan weet ik dat er een organisatie achter me staat, dan heb ik dit er voor over. Ik denk dat het verhaal is. Nou, en ook misschien heel eventjes toevoegen, hè? Zo'n gesprek kan ook heel kort zijn. Ja. Dus als je griep hebt, heb je griep en als je niet meer wil vertellen, dan is dat oké. Zo'n gesprek kan heel kort zijn, maar er zijn ook medewerkers die zich soms wel ziek melden en daar wel behoefte aan hebben om dat verhaal wat breder neer te leggen. Ja. Dat kan je team bespreken. Hoe worden de medewerkers hierover geïnformeerd? Want dat is al een wijziging van beleid en van contacten met een bedrijf. Dat komt zo meteen nog? Nou, dat is een onderdeel van het implementatieplan. Die heb ik hier niet bij, maar ik heb een heel implementatieplan waarin allerlei actiepunten staan. En dit is daar, communicatie is daar een heel belangrijk onderdeel van. Ja. Want als er dingen veranderen, moet dat echt heel duidelijk gecommuniceerd worden naar de medewerkers. Nou, wat ik aan het begin al zei, we zitten een beetje vooraan in het traject, omdat deze dag zo mooi uitkwam. Mm-hmm. Dus we zijn normaal gesproken, hebben we het puntje al op de i gezet en komen we dan bij leidinggevende. Nu is dat even iets andersom. Maar wij gaan het uiteraard in samenwerking met Ineke uitgebreid communiceren. Zowel ook nog een keer naar jullie natuurlijk, dat je niet alleen het verhaal hoort, maar dat je ook schriftelijk wat dingen ziet. Maar ook naar de medewerkers zal dat uitgebreid communiceren. En wanneer gaan wij de samenwerking aan? Het streven is 1 mei, maar de vraag is natuurlijk nog of dat gaat lukken. Wij moeten ook nog bij de GMR, heet het bij jullie, op bezoek komen. En dan zijn we nog aan het kijken wanneer dat komt, want de GMR heeft natuurlijk een instemmingsrecht. In samenwerking met een arbeidsdienstvereniging. Ja. Ja. En niet vergeten dat er alleen werknemer voor mij geweest was. Dat zou kunnen, ja. We hebben 1, ik weet niet of dat een werknemer is, maar we hebben 1 werknemer gezien waarvoor we gewoon onze bedrijfsarts
los. Maar dat komt omdat onze huidige bedrijfsarts ook echt zijn taken overdraagt. Ja. Dus het is een hele pragmatische. Maar dat is ook één individueel geval, hè? Dan mag je best afwerken van. Het is niet als je voor je hele organisatie je arbeidsdienstverlening gaat wijzigen, dan moet je instemming hebben. Je mag best op een specifiek geval een andere arts inhuren. Ja. Gezien de tijd, hebben nog een paar minuten. Ik weet niet hoe jullie, maar dat doen wij ook zelf hoor, dat weet ik. Maar. Oké, geef niet. Goed dat de vraag komt. Zeker. Ik zal dan ook even snel doorheen gaan. Die centraal meldpuntmedewerker heeft dus ook een eerste signaalfunctie. En als er dus een bepaald protocol dient te spelen om iemand vervroegd uit te nodigen, kan dat dan ook meteen geregeld worden? Want die hebben ook beheer over de agendas van de bedrijfsartsen. Ja, en zoals ik al zei, iedere klant heeft dan een eigen nummer, waardoor we daar ook snel op kunnen acteren. Dat is dus iets waar we het net ook al over hebben gehad. We werken ook graag samen met een OR of een GMR. Dat doen we door ook de verzuimcijfers te bespreken. In overleg ook als sparringspartner of adviseur ons neer te zetten. Je hebt natuurlijk zo'n OR kan signalen opvangen uit organisaties, maar wij kunnen ook zien wat er speelt binnen organisaties of bepaalde verzuimoorzaken vaak voorkomen. En dat is ook iets wat je daarin kan meenemen en daarmee dan ook in kan gaan zetten op preventie. Die onderste drie points, dat zijn dingen die ook vaak hoog staan bij een OR of GMR en ook bespreken weer of dat mogelijk is, of er een klachtenprocedure is en of we een second opinion beleid hebben. Maar dat is er allemaal. Zoals ik net zei, iemand kan dus ook gewoon als die niet ziek is naar een open spreekuur aanvragen bij de bedrijfsarts of bij het centraal meldpunt, dan wordt het geregeld. Een klachtenprocedure en het second opinion beleid hebben we ook en dat staat ook in het addendum van het contract. Waar resulteert dat dan allemaal in? Verzuimbegeleiding gericht op optimale reïntegratie. Een gezond arbeidsklimaat, bijdrage aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Uiteraard ook grip op geldstromen rondom arbeidsongeschiktheid. Niet alleen in die eerste twee jaar, maar dat overstijgt dus die gehele, gaat over die 12 jaar dat doorbelast wordt op de organisatie. Uiteindelijk dus ook een daling van het verzuimpercentage en een beperkte instroom in die via, dus een beperkte instroom in uitkeringen. En optimaal gebruik maken van voorzieningen en mogelijke financieringen. Ook de kennis van hoe verzekeringen daarin te werk gaan en dergelijke komt daarbij van pas. Een gezond arbeidsklimaat, is dat preventief of achteraf? Beide. De afspraken die we in ieder geval al hebben, waar we met Ineke mee bezig zijn, in de puntjes op de i nog, dat we in ieder geval werken met een vast KMC Fluvium team. Wij vinden het heel erg belangrijk dat jullie een vaste bedrijfsarts hebben. Dus niet dat de medewerker de ene maand bij de ene bedrijfsarts zit en de andere maand bij de ander. Of de ene ziet maar bij de ene en de andere ziet maar bij de ander. Dus vaste mensen, vaste bedrijfsarts, vaste case manager. Loes Hoefnagels zal de case manager worden van Fluvium. Maar ook vaste mensen op het centraal meldpunt. Dat vinden we gewoon belangrijk. Ik zal straks even een plaatje laten zien. We gaan werken met het centraal meldpunt, is het idee, dus voor de zieke en herstelmeldingen. Eén keer per 3 weken is er dus een bedrijfsarts een dagdeel aanwezig in de pluk in Geldermalsen. Daarbij om uiteraard de flexibele spreekuren mogelijk. De terugkoppeling van het spreekuur gaat in principe per mail aan de werknemer en de leidinggevende. Dat jullie meteen allebei op de hoogte zijn van wat staat er in de terugkoppeling van het spreekuurbezoek van de arts. Daarin wordt in die van toepassing ook meteen een nieuwe afspraak al vastgelegd van joh, dan en dan word je opnieuw verwacht bij de bedrijfsarts. We werken dus met een case manager, daar hebben we genoeg al over gehoord vandaag. En we zijn nog even aan het kijken wat we gaan doen qua verzuimregistratiesysteem. Wat het beste past daarbij in de samenwerking. Dit is dan het vaste eigenlijk KMC Fluvium team. Loes dus als case manager, rechts zien jullie Santos daarvoor. We hebben nog geprobeerd of hij hier vandaag ook bij kon zijn, dat jullie hem ook klein konden leren kennen, maar dat lukte helaas niet op zo'n korte termijn. Maar jullie gaan hem vast dan nog leren kennen. Hij heeft dus inderdaad ook ervaring in het onderwijs. Ik denk dat dat echt wel een pre is in deze. Henny van der Kraats is de procesbegeleider ook op het centraal meldpunt. Dus de mensen zullen veelal haar aan de lijn krijgen op jullie lijn. En ik ben dan betrokken meer vanuit het stukje account. Ik heb natuurlijk de eerste contacten gehad met Ineke en ben nu de zaak aan het fijntje.
Dus als er ook zaken zijn over de arts, over de case manager straks of over het centraal meldpunt die je niet met hen wil delen, voel je ook vrij om mij daarover te contacten. Onze contactgegevens zullen uiteraard ook naar jullie toekomen. Ja, dat is eigenlijk het team waarmee wij hopen en denken enorm goed met jullie te kunnen samenwerken. Samenwerken vinden we in deze heel erg belangrijk. We zien ernaar uit om deze klus met jullie samen op te pakken. En ja, zoals gezegd, met Ineke zal ik nog de laatste puntjes op de i zetten. Ik kan nog wat zien over wetswijzigingen, maar gezien de tijd laten we het hierbij. Maar dat is wel iets wat we uiteraard ook altijd een keer afzonderlijk kunnen doen als jullie nog eens een keer een teammeeting hebben en je vindt het fijn om wat bij wat actuele wetgeving om wijzigingen op het Arbo stil te staan. Dan kunnen we uiteraard daar ook in meedenken met jullie. Is het mogelijk om de presentatie te krijgen? Ja, okay. Zeker. Ja. Die zal ik wel zal ik via Ineke even doen toekomen. Ja? Ja. En die mag dan ook gewoon gedeeld worden. Ja. Ja. Ik weet niet of er verder nog vragen zijn van jullie uit of opmerkingen. En ja, zoals net al gezegd, deel ook dingen met Ineke. Hè. We zitten nog in het proces, dus het is nog niet, alles is nog niet helemaal vastgelegd. Dus deel ook met haar jullie ervaringen en tips of ideeën ergens over. Ik denk dat het goed is dat we bij een volgend DO inderdaad ook Ineke even uitnodigen om hetgeen wat we hebben gehoord, zorgen of pluspunten met haar bespreken. Dat ze dat mee kan nemen in het proces. Dus dat zullen we doen. Is er voor nu iets, kijk, Sandy heeft al wat laten horen over de direct melden aan twee punten. Zijn er andere dingen die jullie nu oppoppen? Of zowel ook in het positieve, dat kan ook. Wat ik altijd moeilijk vind is het stukje reïntegratie in de school, wat ga je doen? Ja. Vroeger heeft hij het magazijn opruimen. Was het. Oh ja. Daar zijn we tegenwoordig vanaf. Ja. Doe je het goed? Dat is, ja. Wat dan? En wat voor eisen stel je eraan? Ja. Dat vind ik heel moeilijk. Is ook lastig, weet je. En een arts geeft natuurlijk in zijn terugkoppeling heel duidelijk de beperkingen aan. Wat kan iemand niet? Waar moet je rekening mee houden? Hoeveel mag hij wel werken? En vervolgens is het natuurlijk met name aan jullie als leidinggevende, als directeuren, om dan ook die vertaalslag te maken van ja, wat heb ik binnen mijn organisatie wat ik dan wel zou kunnen doen. En daar moet je soms heel creatief in zijn. En dat is best lastig en daar willen we uiteraard in meedenken, maar dat stuk zullen we echt dan samen moeten doen. En ik denk dat dit ook echt wel een mooi onderwerp zou kunnen zijn als Santos een keertje bij DO komt, om daarover te sparren. Van wat voor soort adviezen geef je die voor ons bruikbaar zijn. Heel goed idee. Want het is precies het lastige voor zo'n bedrijfsarts. Die denkt, ja, je hebt best mogelijkheden, alleen thuis zitten is het ook niet. Maar jij denkt, ja, maar in de klas kan dat ook niet. Dus en nou, daar moet je een middenweg. En ik als je dat goed afstemt. Dus ik zou samen over te zitten. Dat is voor hem heel fijn en prettig om die input te krijgen. Voor jullie ook wel om even die wisselwerking te hebben. Ik wil aan jou vragen om dat via Ineke of rechtstreeks via Santos te vragen om een keer aan te sluiten bij ons. Om dat in de beginfase al een keer te bespreken. Hoe vaak hebben jullie? Iedere maand zitten we bij elkaar. Okay. Op donderdag. Is dat op donderdag? Ja, donderdag, ja. Ja, nee, dat als ik het maar tijdig weet, dan kan ik dat inregelen in de spreekuur. Ja, nou, mei of juni, weet je, we kunnen ook wel opstarten zonder dat, maar ik denk dat het goed is. Andere dingen, want zo'n opmerking van Willem... Ik wil wel pleiten voor U-Force. Eén systeem houden. Ja, dat is duidelijk. Sterk voor pleiten. Ja, dat snap ik. Nou, we moeten even kijken in hoeverre dan ook die signaalfunctie, et cetera, daarin zit. En daar ben ik nog mee bezig. En we moeten ook kijken hoe ver jullie rol daarin gaat in het systeem en onze rol. Ook daarin is natuurlijk weer, ga je alleen uit van signalen en hoeven jullie er niet zoveel in te doen. Dus moeten we even kijken. Maar ik neem het mee. Signaalfunctie hebben we een soort uitpak bij hem. Dat je ook begrijpt wat je moet doen. Ja. Want als dat jij al 5 jaar lang geen mensen meer hebt gehad die in zo'n direct terechtkomen. Ja, dan is het weer nieuw. Ik ben andere dingen bezig. Ja. En dan is het handig om iets te hebben van, oh ja, dit moet je nog opbouwen. Ja, begrijp ik. Oh ja, kennis weer te activeren. Ja, maar daar zullen wij ook in precies ondersteunen en adviseren en contact leggen met jullie. Ja. Ja. Als jullie kunnen waarmaken wat je in deze presentatie laat zien, dan denk ik dat het een hele mooie meerwaarde is voor de organisatie. En ook wel, hoewel dat net anders is gezegd, maar dat het ook echt een ondersteuning kan zijn voor het werk op school. Dus ook voor de directeur. Als een stuk zorg bij de case manager kan neergelegd worden, waardoor de begeleiding van een medewerker optimaal is, in samenwerking met die leidinggevende. Nou ja, volgens mij is dat een redelijke ideale situatie. Ja. In soms lastige cases. Daarmee afgerond, dit punt. Ja? Oké. Okay. Nou, dank jullie wel voor jullie tijd. Jullie bedankt. Een hele fijne dag gewenst. Het wordt nog een lange dag, zeg ik.